mijn gevoel gaat dat helemaal foute boel worden voor mensen die juist wel vuurwerk en gewoon normaal. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Jan Bos, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En ik ben even bezig met lekker koffie zetten. Net heb ik een rolgordijn open gegooid. Want het is nog donker. Dus, dat was wel irritant. Maar ja. Ik ga nu even lekker even aangekammen, want dat moet ook gebeuren. En... alarm vooral. Die zit uit. Mijn alarm. Ik heb heel veel alarms aan staan namelijk. En ja, gaan we even klaarmaken om weer te gaan werken in de ochtend. Ik heb het eigenlijk een beetje... nu dit door. Dat ik juist... dat ik eigenlijk gisteren slecht heb geslapen namelijk. En nu... ineens was ik ook snel moe vandaag. Tenminste, laten we zo zeggen, gisteren was ik ineens snel moe. Dus ik ging 10:00 lekker op, lekker mijn nestje in. En nu ben ik alweer wakker. Dus ik ben nu, ja, wat ik al zei, wakker. Heerlijk geslapen in ieder geval. En het is wel lekker, het is wel gelukt in ieder geval om, ja, op die manier dan ritme te pakken. Dus nu ga ik lekker maar wakker worden en met een bakje koffie. Ik ben heerlijk thuis en ben ik bezig om een lekker bakje koffie te zetten. En ga ik lekker van een sausijsbroodje genieten. Ik heb er nu al ongeluk trek in, want ik heb nu lekker vrij. Heerlijk is het lekker eigenlijk om 's middags te werken in plaats van... wat is het lekker trouwens, dat wil ik zeggen. Om 's middags te, 's ochtends te werken in plaats van de middag. Want nu heb ik veel meer de dingen te doen wat ik eigenlijk normaal doe. En heb ik een lekker tijd voor mezelf. En dat is al even lekker. Dus, maar ja, heerlijke zonnetje schijnt, wat wil je nog meer? En dan ga ik daar lekker van genieten. Heerlijk is het, warm, lekker warm weer. En hoef ik geen kacheltje aan te zetten tot nu toe. Want het is heerlijk weer. Want gisteren waaide ongelooflijk gewoon letterlijk hard, vond ik zelf. En dat was best wel irritant, vond ik. Omdat het heel hard waaide. Dus, maar ja. Want ik kreeg best wel koud toen. Misschien dat ik pas vanavond de kachel aan moet zetten. Dus ga ik dat doen. Maar nu in ieder geval niet, want het is heel prachtig. Net even dingen gedaan achter mijn computer. En ga ik nu maar even lekker sausijsbroodje even in de oven doen. En dan ga ik lekker dat even lekker eten. Oh, dat heb ik daar trek in eigenlijk. Sausijsbroodje. Even lekker eten en dan vanavond ook nog ja. Dan moet dat gebeuren, maar dat is goed met een groep namelijk. Dus ja, en dan ga ik dat maar even eten. Ik denk even een klein minuutje even in de oven. Want ze zijn hier warm. Al hebben ze wel een zon gelegen net, zie ik nu. Maar ja. Dus ga ik dat even lekker in de oven doen. Dan laten we het al even doen. Gaan we... dus heerlijk even lekker in de oven. En dan even een paar seconden, een kwartiertje of zo. Een paar seconden. En dan lekker even van smullen. Ze zijn klaar. Oh, heerlijk. Twee lekkere sausijsbroodjes. Daar ga ik lekker van genieten. Oh, wat heb ik trek in. Oh. Oh. Ze zijn wel goed warm. Dus hier ga ik lekker van eten. Maar ik ga even lekker van deze sausbroodje genieten. En dan afwachten wat eigenlijk vandaag even dadelijk ook nog de Amerikaanse... wie de nieuwe president wordt. Wordt het weer Trump? 4 jaar of wordt het nieuwe Joe Biden? Zoiets, ik weet niet hoe die heet. Maar nieuwe... president. Krijgt Amerika een nieuw president of blijft Trump het? Ik ben benieuwd. Maar dat is waarschijnlijk pas vrijdag bekend wordt gemaakt. Dus ja, ik ben benieuwd.
Ik hoop, laat weten in de reactie wat jullie denken in ieder geval. Want voor jullie wordt het morgen pas officieel bekendgemaakt. En ik zit trouwens echt met mijn voeten heel raar. Serieus, maar het is omdat ik deze groep bij elkaar wil hebben. Namelijk deze bordje. Dus daarom zit deze van mijn voeten zo apart. Maar het komt goed van pas, want ik ben zelf ook apart. Ik zag toevallig op Facebook voorbij komen dat waarschijnlijk vuurwerkverbod op heel Nederland gaat worden. En dat gaat chaos denk worden. Mijn gevoel gaat dat helemaal foute boel worden voor mensen die juist wel vuurwerk en gewoon normaal traditie vuurwerk willen afsteken. Het lijkt erop, vind ik, mijn gevoel lijkt erop dat alle traditie wat we nu letterlijk allemaal hebben, dat allemaal weggaat. Mensen, zo lijkt het erop. We hoeven niet natuurlijk, maar het lijkt erop dat het wel gaat gebeuren. Zoals Sinterklaas natuurlijk, gaat een beetje weg. Mensen, gaat wat anders worden, maar niet hoe wat we normaal hebben gedaan. Waarschijnlijk ook de klok wordt gezegd. Nou, ik vind dat niet erg met de kloktijd. Waarschijnlijk wordt dat afgeschaft. Want dit is waarschijnlijk de laatste keer dat de klok achteruit gaat. Was het? Ja, achteruit. En ja, dat is wel wat. Er gaat gewoon heel veel. Gaat er gewoon algemeen hard. Vind ik algemeen hoe de tijd gaat. En ik vind dat eigenlijk mensen met beperkingen worden meer opengezet. De boekje gaat meer open. Dat ze gewoon op YouTube kunnen bijvoorbeeld willen vloggen. Want er wordt gezegd dat het gevaarlijk is voor mensen met beperking om eigenlijk op YouTube te zitten. Maar ik zeg eerlijk, het hoeft helemaal niet gevaarlijk te zijn. Want ik denk juist voor mensen met beperking moet je wel afspraken erover maken. Wat kan wel, wat kan niet. En daar gaat het juist om. En als ze dat weten, heb ze eens al door. Wat ze kunnen zeggen op YouTube of wat of niet. Dus dat wil ik even bij je gezegd hebben. En wat ik ook wel veel zie. En dan denk ik van waarom. Dat er veel beschermd wordt naar mensen met beperking. Aan de ene kant logisch, maar aan de andere kant weer niet. Want wat heeft daar voor zin eigenlijk? Want ja, het is een heel lastig verhaal. Laten jullie mening even weten. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat mensen met beperkingen zoals laag EQ en als hoog EQ op internet kunnen? Laat even weten in de reactie. En het wordt ongelooflijk al snel donker. Ik zet er gewoon zeker deze licht aan. Dat kunnen jullie me beter zien. Ik zit al de hele tijd al een beetje klein stiekem gluren op mijn beeld. Maar ja, laat me weten wat jullie ervan vinden. En iemand, ik ben daar wel benieuwd naar. Wat of jullie dat vinden. En laat het gelijk ook maar weten in de reactie. Vuurwerk, gaat het door of niet? En moet het doorgaan of niet? Dat ook nog. Beide. Maar ja, dus dat. Ik ga nu maar even lekker relaxen. Dat heb ik al net al gedaan. Lekker met een groep bezig eten. Natuurlijk ook. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga even lekker water vullen. Voor dat ik bij mijn bed. Dan kan ik af en toe word ik een beetje wakker. En heb ik ineens dorst of zo. Dan ga ik even vullen. En dan ga ik lekker mijn bedje in. En dan ga ik lekker slapen. Ja, morgen weer een dag. En ik kan me zo irriteren aan mijn rolgordijn. Ik kan het wel zeggen tegen jullie. Morgen komt er zo ongelooflijk leuk iets aan. Maar dat komt binnenkort op. Dat krijgen jullie binnenkort te horen. Want voor jullie komt morgen. Deze dag ga ik dan iets leuks doen voor mij. En er komt maandag online. Dus vandaar. Ik heb ongelooflijk dorst nodig. Ik heb al zo snel. Als ik ga eten of wat dan ook, is het zo droog gemopt ineens. Zo irritant eigenlijk af en toe. Maar ja, het hoort erbij je leven. Zo, het is even lekker.
Zo, en dan ga ik hem lekker mijn bedje in. Dat is wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog, om 1 uur. En zeg ik hierbij, later. Was eigenlijk ongelooflijk even wel. Ik ben al lekker nu thuis gekomen. Maar wat ik al zei, het is ongelooflijk fijn om weer te gaan werken in de ochtend. Ik heb het al eerder gedaan. Vandaar dat ik dus weet hoe de ervaring van is. Maar ja, ik ga dan even drinken.